is de dag dat we Verona gaan brengen. Dat we Verona met pensioen gaan brengen. Aan de ene kant niet zo leuk voor ons, maar ik denk wel fijn voor Verona. Verona heeft te veel letsel of heeft te vaak dingetjes waarvoor ze naar de dierenarts moet. Dat betekent voor mij dat ze met pensioen moet gaan. Ik zal daar op een later moment meer over gaan vertellen, maar nu is in ieder geval het moment aangebroken om haar in de trailer te gaan stoppen en naar de Lindenhoeve in Ems te gaan brengen, waar zij met pensioen zal gaan. Hoi, Bibi. Heb je nog allemaal hondjes? Nou, die zullen we dan maar in de zak stoppen, vind je niet? Ja. Hallo, lieverd. Gras met heel veel hooi en heel veel ruimte. Oh, kijk even, happy zijn. Wacht, ga je zo. De confrontatie ben je niet aan. Ik zei in de weg voor je. Gisteren hebben we Verona met pensioen gebracht. De reden dat we ervoor kiezen om Verona met pensioen te laten gaan is... Ja, ik moet even oversteken. Is dat Verona is natuurlijk koliek gevoelig. Ze heeft IAD. Toen heeft ze een paar weken geleden ook nog Einschuss gekregen. Dat is een bloedvergiftiging na aanleiding van een klein wondje. En toen waren we naar Apeldoorn en zoals jullie weten heeft ze daar... de trailer een ongelukje gehad waardoor ze oppervlakkige wondjes had, maar de dag daarna stokkreupel was. En toen hebben we er voor Einschuss weer laten behandelen. En ik had wel al gezegd na de Einschuss, als er nu nog iets gebeurt, dan gaat ze met pensioen. En toen kwam dus dat ze van de trailer afkwam met een klein wondje en vervolgens stokkreupel. Dus toen had ik zoiets van, ja weet je, ik wil niet dat ze opgereden wordt. Dus dat ze niet meer kan, dat ze heel veel gaat mankeren en niet meer van een pensioen kan genieten. Dat vind ik gewoon niet fair naar een paard toe. Ze werken keihard voor ons, best wel wat jaartjes. Ze is natuurlijk met 3 zaden mak gemaakt. Ze is nu 19, dus ze heeft 16 jaar van alles voor ons gedaan. Dus ik wil er heel graag nog 16 jaar pensioen geven, zodat ze net zo lang van haar paardenleven kan genieten als dat ze ons heeft laten genieten. En dat betekent dus met pensioen, maar wel als ze nog redelijk gezond is. Nou, we hebben er op laten knappen na Apeldoorn, de hoefijzers eraf gehaald. En toen zijn we ook begonnen met ander soort beweging, dus meer vrije beweging, niet meer longeren, niet meer rijden. En gisteren hebben we het toen naar Emst gebracht. Daar staat ze in het paardenpensioenstal. Die kunnen we op de webcam bekijken, dus dat is op zich dan ook nog wel grappig. Maar dan moet ze wel voor binnen zijn. En ze is er nu een dag.
en we hebben er nog niet gezien. Nee, ook meteen toen ze daar kwam, toen was er een paard uit de kudde en die sloot eigenlijk al meteen bij zich. Een ruin. Er kwam ook op diezelfde dag kwam er een fjord. Ja. Nou, die vond ze niet zo leuk en die ruin die ging er helemaal beschermen. Dus dat was ook wel heel schattig om te zien en toen ben ik met een goed gevoel weggegaan. Ja, ik moet zeggen dat ik meer het idee had dat die ruin een soort staltour aan het doen was. Want dan liep hij met haar naar de stenen en naar de platen en de buitenvoerplaats, binnenvoerplaats, waterbak, wei. Dus ik had meer het idee dat ze een soort grand tour kreeg daar. Dat was super schattig. Toen ik wegging had ze wel nog wat stress. Dat zag je dan aan dat ze met mij in ieder geval niet meer wilde praten. En ja, je merkte natuurlijk hoe een paard reageert. Maar ik begreep ook van de eigenaar van die pensioenvoorziening dat na een dag meestal al voorbij is. En als ze zich gewoon netjes gedragen, wat Verona gelukkig wel doet, ze gewoon opgenomen worden in de groep. En dat de leeftijd, doordat de leeftijd van de paarden al wat hoger is, ze zich ook wat minder druk maken over van alles en nog wat. Dus ze zit nu in de medium groep. Dus niet de groep met heel veel zorg, maar die nog wel lekker buiten willen spelen en rennen en hun ding willen doen, maar nog goed kunnen eten, nog helemaal gezond zijn en ja, eigenlijk relatief weinig verzorging nodig hebben. Ze worden wel elke dag gecontroleerd, benen, hals, rug, het hele rattenplan, dus dat is heel erg fijn. Dat vind ik ook een fijn gevoel. Ze hebben daar ook boxen van, mocht er iets kleins zijn, dat ze dan medisch iets nodig hebben, dan zijn er boxen die aansluiten op die uitloopstal. Dat ze wel hun maatjes en zo nog allemaal kunnen zien als die binnen zijn. Maar dat ze dan even niet uit de box kunnen. Het zijn wel hele grote boxen. En daar kunnen ze dan de medicatie krijgen of de rust nodig die ze op dat moment nodig hebben. Dus ik ging uiteindelijk wel met een goed gevoel weg. Ik vond het wel heel moeilijk. Maar ik vond achteraf toch ook meevallen omdat ik het voor haar doe en niet voor mezelf. En dan komt natuurlijk gelijk de vraag, komt er een nieuw paard? Ja, vast wel een keer, maar dat wordt dan een paard voor Tessa, niet voor mij. Toen Verona op half pensioen stond, toen redde ik het allemaal net om nog eens 2-3 keer in de week met haar te logeren of te rijden. En ik merk dat de werkdruk bij mij best hoog is, omdat Tessa ook wedstrijden rijdt, is privé-tijd ook vrij weinig. Want elk weekend hebben we wel wedstrijd of les of wat dan ook. En je les natuurlijk ook veel. Dus had ik bedacht dat we een jong springpaard zouden kopen. Mocht iemand nog zeggen van joh, ik heb nog een heel erg leuk paard staan en ik ben zwanger. Of ik heb andere dingen waardoor ik nu even tijdelijk niet kan rijden. Ik hou Tessa in aanbeveling. Wel een paard, het zou wel leuk zijn als het een paard is sowieso. En een paard waar ze ook wel iets van kan leren. Dus zij zit natuurlijk in de dressuur en springsport. En niet per se in de, ja, hoe noemen we dat, vrijheidsdressuur, western en dat soort dingen. Dus daar kunnen we een paard ook niet in begeleiden. Dus het zou dan leuk zijn als iemand zegt van, joh, ik heb dan wel een paard staan en ik heb even geen ruimte of geen tijd. En het paard mag verplaatst worden. Dan hebben wij een box vrij en dan ja, zou dat super gaaf zijn. Maar nogmaals, alleen een paard waar Tessa ook daadwerkelijk iets van kan leren. Als het te jong is, heeft het natuurlijk niet zoveel zin. En dan moet dat helemaal opgeleid worden. En ja, of het dan dressuur of springen is, maakt denk ik voor nu niet zoveel uit. Nee, dus dan zou het super leuk zijn. Dus dan kan je ook paard uitbrengen in de dressuur of in de springsport. Dus dat zou super gaaf zijn. Dat zou dan tijdelijk zijn totdat wij een ander paard gaan kopen. Dat ga ik nu. Dat ze het paard weer terug willen. Ja, of dat ze het paard terug willen, natuurlijk. Kan ook voor een paar maanden zijn. Maar dat zou jij wel leuk vinden, denk ik. Natuurlijk. En je hebt natuurlijk eigenaar zoekt ruiter. Dus in die zin stel ik hierbij voor, Tessa. Jullie kunnen allemaal zien hoe ze rijdt. Dus mocht je nog een paard regelmatig terugzien op video's. Ja, precies. Er zit nog net geen webcam bij je paard. Nee, dat dan weer niet. Dus mocht je het leuk vinden of net wat ik zeg, zeggen van joh, ik heb een leuk paard minimaal op L-niveau, denk ik, L2. L1, L2 is minimum. En dan wel goed gereden. Dan kan Tessa een tijdje voor je paard zorgen, mocht dat handig zijn. En ja... Ik moest wel heel even huilen. Volgens mij is dat dan weer net niet gefilmd, omdat het eigenlijk reuze meeviel. Jullie hebben kunnen zien hoe het daar is en hoe het gegaan is gisteren. Dus ik denk dat ze daar happy met pensioen gaat. En wij gaan natuurlijk bij haar kijken. Ik ga natuurlijk nog een keertje bij haar filmen. Misschien al een paar keer, misschien wel de rest van haar leven.
Maar we gaan er zeker langs. Het is maar een kwartiertje van Apeldoorn. Daar zitten we natuurlijk ook best regelmatig. We zitten natuurlijk ook nog wel regelmatig in Ermelo. Dus ja, dat is eigenlijk voor onze hoofdreden ook om... We hadden het naar 2 pensioenvoorzieningen gezien. En we hebben er toch die dichtst bij Apeldoorn gekozen. Omdat we daar toch het vaakst zijn. Nou ja, en die is 100 kilometer dichterbij. Ja, voor ons... Die andere was volgens mij 350 kilometer en deze is 250. Nou, nee, die andere was 250 en deze is net geen 200 of zo. Dus het scheelde bijna 100 kilometer en dat was ook een overweging. Maar die andere was ook absoluut goed. En die had ook wel meer hectare. Die had 18 hectare of zo. Ja, die was echt heel groot. Maar goed, volgens mij staat ze hartstikke lekker nu. En is ze volgens mij heerlijk aan het genieten. En dat gun ik haar van harte. Dus ik hoop dat ze heel oud wordt. Ik vind het geld elke maand gewoon weer waard. Want ze heeft tenslotte 6 jaar lang voor ons gezorgd. Dus ik ga graag nog heel wat jaartjes voor haar zorgen op deze manier. Ze kwam naar ons toe toen ik het was net zo oud als ik. Hoe bedoel je? Nou, Verona was 13 dus bij ons kwam. Ja, dat is waar. En nu is ze 19. Dus 6 jaar lang lief en leed gedeeld. En een hele hoop van haar geleerd. Het is wel echt time flies when you have fun. Zeker. Want deze 6 jaar is echt voorbij gevlogen. Want ik weet echt nog wel toen ik haar kreeg en hoe blij ik was. Ja. En dat hij belde van, oh mag ik helemaal quickie? En dat ik met mijn schoentjes aankwam en dat ik helemaal blij was en dat uit school kwam. Dan ging ik met zijn kerstpak. Ja, het was echt als de dag van gisteren dat ik al vriendinnetjes ging bellen. Ja. Dus het is... Echt voorbij gegaan. Ik had niet verwacht dat 6 jaar lang zo snel kon gaan. Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar goed, zij is lekker met pensioen. Staat heerlijk op een hele grote wei in een kudde. En kan ze zelf kiezen of ze binnen of buiten is. Of dat ze half buiten is. Want het is ook nog een soort verharding met platen. En dan daarachter is ook nog een zandpaddock. Dus ze kan helemaal zelf kiezen wat ze wil en hoeveel ze eet. Er is meer dan voldoende voer. Ze kunnen binnen kunnen ze hooi eten. En buiten kunnen ze gras eten. En als ze te mager worden, krijgen ze nog mais erbij. Dus ik denk dat ze het heel goed gaat hebben. Ik heb bewust niet voor een Paddock Paradise gekozen. Omdat ik graag wil dat er controle is op mijn paard. En dat er goed naar de gekeken wordt. Ze is natuurlijk al een dagje ouder. En ik denk zelf, ja weet je, Paddock Paradise is leuk als je in Frankrijk bent. En weet ik veel hoeveel hectare heb. En dan hoef je het ook geen Paddock Paradise te noemen. Maar ik vond dat niet zo bij ons passen. Ik heb liever dat ze gewoon lekker droog kan staan als het eruit komt. En natuurlijk hebben ze daar schuilstallen. Ik heb wel overwogen om naar Frankrijk te gaan. Omdat ze daar wel van die enorme hectare met bos en alles erop en eraan hebben. Ik denk dat ze die reistijd. Ja. En ze is natuurlijk op de trailer was ze niet meer stabiel. En dan ga je natuurlijk ook niet zo vaak bij haar langs. Dus ik had zoiets van, nou, ik geloof niet dat ik haar daar plezier mee doe. Dit is wel duurder, maar ik gun het er van harte. Dus ik denk dat we zo'n goed besluit genomen hebben. En voor nu gaan we lekker sparen voor het volgende paard. Eerst de pot voor de dierenarts weer oppotten. Ja. En dan sparen voor een nieuw paard. En nogmaals, mocht je een idee hebben voor Tess, dan horen we dat graag. En voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het altijd meeleven met Veroontje. Dus voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Ja. Jij nog iets? Nee, eigenlijk niet. Dan mag jij afsluiten. Dan zie ik jullie heel graag volgende keer weer bij een nieuwe video. Doeg! Doeg.